Kijk, wij zeggen dit als VVD al een tijd. En andere steden hebben ook geen 30%. Dus ik begrijp dat dat reactie op roept. Maar goed, dan, we hebben het wel. En toch, daar wil je vanaf. Toch even kijken wat het betekent, hè? Als je zegt 30% voor de allerlaagste inkomens, dan zeg je eigenlijk dat de middeninkomens dat niet krijgen. En dan loop je het risico dat de politie, de verpleegkundige, de agent, die komt dan net niet in de aanmerking voor een woning. Dus die raak je kwijt. Die denkt, ja, Den Haag, ik kan hier geen woning vinden. Weet je wat? Ik vertrek. Ik ga in een buurgemeente wonen. Bijvoorbeeld naar Rijswijk. Nou, dat willen we ook niet. Waarom, wat is daar mis mee? Als ze in Rijswijk wonen, dan wonen ze er nog om de hoek. Als we Rijswijk erbij zouden nemen. Maar je wil ze graag in Den Haag. Dichtbij hun werk, zodat wij een aantrekkelijke stad zijn. Voor onderwijzers, voor agenten. Dat die hier willen komen werken en dus ook wonen. En daar gaat het om. En dan komt bij dat Den Haag een relatief arme stad is. Hè. Ons inkomen zit onder het landelijke gemiddelde. Dus we willen juist de middengroepen aantrekken om ze hier een baan te geven. Maar het leidt ook weer tot koopkracht in de stad, waardoor je ook weer de voorzieningen in stand kan houden. Ja, maar een samenleving is een samenleving. Dus je zult altijd mensen hebben die minder te besteden hebben. En die jaagt de VVD dus de stad uit. Nou, dat is heel extreem gezegd. Want natuurlijk wordt er nog gebouwd voor alle doelgroepen. Alleen de verhouding waarin, die willen wij graag veranderen om die reden die ik net schetste. Ja. Dus er komen ook woningen, want we hebben een enorm woningbouwprogramma. 40.000 woningen erbij de komende 20 jaar is het idee. Nou, er zijn ook genoeg woningen voor de lagere inkomens. Ja. En die 30%, dat is heel interessant, die is ooit eens ontstaan in de jaren 90 bij de zogeheten Finex. Locaties. Locaties. Dus en er werd gezegd maximaal 30%. En sommigen hebben daar een minimum van gemaakt. Maar dat was destijds helemaal nooit de bedoeling. Maar dat over de geschiedenis van die norm, die andere steden, was nou bijvoorbeeld helemaal niet hanteren.